Daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van het weekoverzicht van het kabinet van de vicepresident. In deze uitzending: problemen Pekin Saron vereisen een duurzame oplossing. Nieuw diensthoofd Marowijne moet bewoners hygiëne bewuster helpen maken. En SWM neemt productiestation Casipora in gebruik. Dorpelingen van Pekin Saron zijn ten einde raad en hebben alle hoop gesteld op vicepresident Ronnie Brunswijk. Het dorp kampt met tal van problemen, waaronder de slecht begaanbare weg die langs hun dorp loopt naar West-Suriname. Op maandag 20 juni 2022 hebben ze op het kabinet van de vicepresident een petitie ingediend waarin hun noden en problemen zijn vervat. De petitie werd overhandigd door Mayrel Karume aan de VP. De dorpelingen hebben de afgelopen periode actie gevoerd door de weg te barricaderen. Eerder werd dit gedaan door de dorpelingen van Bigipoika. De weg geraakte in een zeer deplorabele staat door vooral de houtvrachtwagens. De weg verkeert momenteel in zeer slechte staat, waaronder het heel erg vermoeiend is voor de VOJ, VOS-studenten om elke dag heen en weer over de weg te gaan. De VP heeft de bewoners op het hart gedrukt om niet meer over te gaan tot barricaderen van de weg. Momenteel heeft de districtcommissaris Marlene Joden reeds maatregelen getroffen voor de weggebruikers. VP Brunswijk wil evenals de dorpelingen gaan voor een structurele en duurzame oplossing. Hij zal een beroep doen op het ministerie van Openbare Werken om tenminste deskundigen te sturen om de weg te inspecteren, zodat deze in één keer goed wordt aangepakt. Vooralsnog is het asfalteren van dit gedeelte van de weg nog niet aan de orde. Enkele ondernemers hebben actie ondernomen om duikers te plaatsen bij een gedeelte dat vaker onder water loopt. De dorpelingen zijn niet tevreden hiermee, liet hoofdbasha van Pekin Saron Carlo Malbon weten. De duikers zijn te klein en zullen net als in het verleden weer binnen de kortste keren kapot gaan. Ze vragen naar grotere duikers. De VP beloofde om met president Chandrika Prasad Santokhi verder in conclaaf te treden over de problemen in het dorp. Woensdag wordt de petitie ook behandeld in de Raad van Ministers. De petitie is ook behandeld in de Raad van Ministers. Het districtscommissariaat van Marowijne Zuidwest is versterkt met Virgil Ravenberg. Op vrijdag 17 juni 2022 werd Ravenberg door vicepresident Ronnie Brunswijk geïnstalleerd als hoofd milieubeheer op het commissariaat Zuidwest. De VP was verheugd met deze aanwinst voor het commissariaat. Hij wees Ravenberg op zijn verantwoordelijkheden en de ondersteunende taak naar de districtcommissaris Olivia Domini toe. Vicepresident Brunswijk wenste hem verder succes toe. Burgermoeder Domini kan de ondersteuning van Ravenberg goed gebruiken in haar strijd voor een schoon en milieuvriendelijke omgeving in Marowijne Zuidwest. De vuilstortplaats in Mungo baart haar grote zorgen. De overheid heeft gezorgd voor een dumpplek voor huisvuil buiten de bewoonde omgeving. De plek is door een goed onderhouden weg te bereiken. Toch kiezen milieuvervuilers ervoor het huisvuil langs en op de weg te dumpen. Men verliest uit het oog dat hiermee de eigen gezondheidssituatie en die van derden in gevaar komt door ontstane vieze en onhygiënische situatie. De DC zal met behulp van het hoofdmilieubeheer en de VP alles in het werk stellen om van Mungo weer een mooi, verzorgd en toeristvriendelijke plek te maken. In het inheemse dorp Casipora is door de NV Surinaamse waterleidingmaatschappij SWM een waterproductiestation officieel in gebruik genomen. Hierdoor zullen de 250 huishoudens beschikken over gezond en schoon drinkwater uit de kraan. President Chandrika Prasad Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk zijn op vrijdag 24 juni speciaal afgereisd naar het dorp
om de Kasiporanen te feliciteren met deze gezonde ontwikkeling en het water uit de kraan te proeven. Miwantaki namens a gemeenschap Disdonja. Taki afaswa we firi. 4 jaar lang a paciëntie sa u abi. Tire adewan feit die a gemeenschap u Kasipora. En dat is de unukong. Ubreti. Taki van alle kanten oefeni a steun. En u mag vergeten de heren voor SWM die wroko die langa neti 3 dagen langa tak tide u mag deja voor 4 samen een opening langa a gemeenschap. Alla presi pesma e on beer drink water wo sorgu taki desma dat kis drink water. De president heeft het vele malen gezegd. Tak step by step we komen. Maar we moeten wel weten van waar we komen. Zij hebben het niet makkelijk. SWM heeft het ook niet makkelijk. Maar alla presi pe uka fen wam tinso money wo sorgu taki de SDG. Lek faw af den a nummer 6 wo sorgu ta ka realiseer. Volgens VP Brunswijk hebben de bewoners 4 jaar lang gewacht op de realisatie van dit project dat al door de vorige regering was geïnitieerd. Hij heeft steeds naar de SWM-directie gevraagd naar de status van het project. De huidige regering heeft bij haar aantreden 2 jaar geleden beloofd om het gebrek aan nutsvoorzieningen in de achtergestelde regio's weg te maken. Water is nou een recht voor alle sommen. En vrienden nazi's, Karin Kong, lekker een mensenrecht. Dat want dat je alle sommen moest afgezonderen worden. En wat is mijn actie? Ja, maar Sande heeft VP en president dat go dit soort projecten zie. Dat is een goede antwoord. We hebben een geschiedenis toe. Een VP en president. We hebben een geschiedenis toe. We hebben een tien toe. Dat is een leeftijd voor VP, maar mij telt me 16 jaar. Mij heb ik afdringen wat er. Tel ik me 16 jaar, ik heb afdringen water. Na baril, regenwater, een put, water. Dan ben ik aan Ams, vroeg man te muki. En als we dit weten, en als er even geschieden naar VPAB, dan hebben we geen enkel andere keuze om dat besluit te nemen. Dat zou Unu met mee. Noam tra jongen moest met hem mee toe en Noam de dorp. En iedereen moet water krijgen. Mijn breedte, omdat die zie, na zijn regering, zijn toch in Brunswijk, we beloofd dat jij we met moeite. Omdat dat gewoon alles aan niet. Maar we maken moeite alles aan een vermogen voor de interne ontwikkeling ook toe naar binnenland, Saf-Safri. Laat me hier eens wat dat je VP alles aan naar binnenland toe, waar je zelf naar meneer Kalufa manning. Meneer Rassan, ik dacht, maar natuurlijk, je ook komt er. Aan binnenland ik kom er. Dat is van binnenland de achtergesteld, jaar go, jaar kom. En we moeten het team. Toen vice-president en hij maakt moeite voor een achterstand dat haalt in, dan denk ik dat hij, we hebben recht dat hij, boeskonderen hebben recht dat hij, moest haalt in. Dus om want dat je tegen Kasipora, me feliciteer Unu, maar u gaat zuinig om naar water. U let op dat de ting, voor de ting op een kraan libi, dat al een kraan tang opo, dat begint maar nee, let op ze, wat er komt, wat er is, vader, nee. Laten we opletten en laten we heel zuinig omgaan. Dat kost me jaren.
voor zo'n vinden wat hij is. En kapitein voor Kasipora, dat kapitein met de IFSI. Maar je hebt ook een collega in je periode. En wat dat komt. En dat is een bevolking ook toe. Maar ik denk dat het zo is. Dat is niet makkelijk. Maar je van de van doen, op een keer aan terug wat dat zo maakt. Ja? Vooral die kinderen, let op die kinderen. Ik denk dat we op een keer aan zo maar. Maar ik breed die dat die. Hoe kan Fink af dat hier vandaag nog een dorp is aangesloten op waterleidingsnet. Durf, moed en doorzettingsvermogen hebben er mede voor gezorgd dat de International Mall er tegenwoordig staat. De Mingle Cocktailbar is daar onderdeel van. Marissa Kalu, de CEO van de cocktailbar, zegt dat met dit concept ze elke bezoeker tevreden willen stellen en dat zij leuke herinneringen meemaken. Op vrijdag 24 juni vond de opening plaats van de nieuwe cocktailbar volgens een internationaal concept. Vice-president Ronnie Brunswijk zegt trots te zijn op Surinamers die durven te ondernemen. De VP zei verder dat hij altijd het ondernemerschap zal blijven ondersteunen. Ondernemers moeten volhouden en zullen zeker hun doel bereiken. We hebben het weer gehad voor deze aflevering. Kijkt u uit naar een nieuwe aflevering volgende week zondag. Een prettige werkweek toegewenst.